jongens. Come on. Kom, push up. Yo! Let's go. Ja, dat komt ook steeds weer terug volgens mij. Ja, ik heb het nog nooit gehad. Jongens. Weet je het alles maar. Ja, dat wel misschien. Zo, Brennan, in de richting van... In de richting van... Ik neem aan dat het ongeveer hetzelfde wordt. Die hamstrings zijn allebei kuppers, dat soort shit, weet je. Van alles wat aan de binnenkant zit hier. Dat van mijn lease hebben, had ik ook ja. Want als het daar aan de binnenkant zit, dat er stoot op is. Dat het bedrijf is altijd. Volgens mij is het nu al gesteld. Ook lachen trouwens als je de keeper van de tegenpartij gaat farmdropen halverwege. Dat hij ook zo'n en dat hebben we, ja, zit niet zwak te lopen. Ja, nee, maar dat is een blessure. Ja, op een bepaald moment dan, dan kan het herstellen, ja. Ik heb nu last van mijn knieën. Jij moet voorzichtiger zijn met je poten. Nee, ik snap dat wel. Ga door, Friso, kom maar, ga door. Het is ook wel een manier van spelen, I guess, want die hart is groot en anders. Ja. Als je dan één keer een bal niet goed raakt, dan doet dat oud. Nou, ik speel voor de eerste laatste man vandaag. Dat was gewoon meteen een blessure. Het is een teken. Het is meteen dat ik eigenlijk gewoon fit moet zijn. Oh ja. Dat is het mooiste. Dat is natuurlijk niemand. Hè. Dan ga je nog in of niet? Dat denk ik wel, maar dat weet ik niet. Dat ga je nog niet. Misschien wilde we helemaal niet. Nee, wellicht niet. Anders wordt het echt 10-0. Het gaat nu namelijk zo goed, hè. Nou, op zich. Ik wil scoren. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet hoe lang we gaan scoren. Volgens mij gewoon nog niet dit jaar. Jawel, jawel. We hebben tegen Nassau zo gescoord. Doe maar. Yes. Nou, Paul, kom op. Lopen. Wij zijn zo snel weer die bal kwijt steeds. Jongens. Geen Dennis is natuurlijk ook nog gepasseerd. Het is ook gewoon zo'n verschil. Dennis is ook zwaar gepasseerd, hè? Wat heeft hij? Maar Zien is wel. En nu heb ik van eigenlijk geen 2-12 verdediging. Alleen Joost, heb je hem toch? Ja. Die staat er met een leraar. Ja. Is niet te terug. En maar wie anders? Hij is wel groot en sterk. Wie? Leraar. Hij is wel eigenlijk. Eigenlijk is Leonard best wel groot en sterk hoor. Ja, Leonard is best wel groot. Ja, hij is best wel groot. Nou, hij is niet, zeg maar, echt sterk, maar je zet hem niet heel makkelijk aan de kant.
Nee. Ik bedoel Pedro. Wie weet je van? Ja, Pedro de definitie van echt groot en sterk is. Maar Leo is er ook niet aan de kant, hoor. Pedro, ik ben sterk. Kijk, die heeft het ook wel. Ik vind Leo beter op centraal achterin dan op rechtsback. Dat ben ik met je eens. Rechtsback is hij denk ik wel. Rechtsback wordt ook gewoon rechtsback. Ja, klopt, maar normaal ook Dennis of zo, die is gewend om dit achter te doen. Maar rechtsback wordt eigenlijk gewoon van het algemeen wel gewoon klein snel te zijn. Leo is meer centraal. Ja, Dennis is zo moeilijk snel. Dennis is natuurlijk wel handig voor. Ik denk dat hij ook nog sneller is. Maar Dennis is sneller dan nooit? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of ik het in de eerste meter vind. Daarna zeker. Ik denk dat Joost wint in de die drie. Joost is na de eerste 10 meter ook echt ongelooflijk snel. Ja, maar Joost loopt... Dennis die loopt, die liep die Vermeil 24 of zo. Oh jezus, hey, dat heb ik wel. Dat is snel! Yes. 24 is zo snel. Dat is toch goed. Als het werkt, wie ben ik om het tegen te spelen? Oh, daar. Maar het had een hele nieuwe. Gewoon buitenspel toch? Ja, buitenspel! Kijk waar die grens staat. Ja, die scheidsrechter doet gewoon nee. Doelpunt of niet? Ja, buitenspel. Ja. Ja, maar kijk waar die grens ook staat. Die staat lang niet op de goede plek. Nee, het geeft het doelpunt. Nou, nee. Nee, gewoon nee. Aanleggen. Hé? Was er gewoon buiten spel? Hé? Ja, maar de grens vlak niet. Hé? Hoe is dit vlak nou dan? Ja, hij gooit dat vlakketje in de lucht en doe je direct weer naar beneden. Dat weet ik ook zo. Ja, ik snap hier niks van. De, zeg maar waar het buiten spel was, dat en was nog 20 meter verder dan dat de grens stond, hoor. Ja, dat ben je ook niet geloofd. Maar. En ja, maar ik vind dat hij dat dan... hij moet dat gewoon dus gewoon dus, gewoon dus over dat nemen. Dat was heel erg over. Dat is pijnlijk. Ja, ik voel gewoon zo pijn als ik daar werk aan. Ja, het wordt echt zwaar beneden. Ik snap niet, vorig jaar was zo'n leuke competitie. Toen had ik het 7-0. Dat is ook nog wat ik herinner. We zijn gepromoveerd, hè, vriend. Dus. Ja, we spelen nog steeds tweede klasse. Ja, maar we zijn naar dat gepromoveerde ding. Nee, we zijn niet verbeterd. God heeft veel niet. Ja, gewoon, we zijn nu gewoon in tweede klasse. We zijn een beetje hoger en lager. Waarschijnlijk zijn we nu gewoon hoger tweede klasse. Lekker bal. Ja. Maar ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen dat hun een hoger klas zijn. Ja, wie Kwik en Grim moet wel bijna. Ja, maar wie Kwik is ook een vriendenteam. Die zijn gewisseld. Die waren eerst nog lager. Actief is ook moeilijk goed. Ja, actief is ook echt. Maar het zijn ook alle drie van die teams uit alleen maar tweedejaarsspelers. Ik denk Noord. Niemand zit er. In de grond? Ja. Ik herinner van die team ook echt alleen maar dat ik iedereen afstond. Ja, klopt, maar dat is eigenlijk telkens te laat, hè, weet je wel. Ja, dat was leuk, man. Ik wil ook wel weer naar een wat lager. Ik vond laag leuk in dat team. Ja, nou, ik is gewoon, weet je wel, met teams zoals Goor, waar we dan 2-1 van winnen, op ongeveer gelijk niveau. Voor mij hoeven we niet 7-0 of 9-0 te winnen. Maar weet je wat het probleem is? Weer rijden! Ik zweer het je. Bal altijd. Paul is een irritant voetballer. Ja, maar die nummer 3 heeft hij een beetje woedeproblemen, dus hij moet er uit de buurt blijven. Die nummer 3 krijgt het nu op zich heen. Ja. En wat deed hij dan? Ja, dat is wel waar. Maar Paul is volgens mij heel irritant voetballer. Als je hem niet tegen kunt, dan ga je echt compleet door het lint. Maar ja, dit is wel een rebound. Hij heeft een kort lontje. Dat weet ik ook. In de klas werd het ook altijd. Ja, dan moet je Paul natuurlijk niet tegenover hebben.